zo lang niet meer gedaan. Succes. Like, legit, het is ruim 2 jaar, 3 jaar terug. Nou, tweede groet oefenen. Ja. Ik scheld je wel uit als het fout gaat. Dan mag je vast beginnen. Spooky 2 1, fuck staat toe over. Fucking hell. Ik denk dat die Thomas nog druk kan. Kan iemand zijn mobiele telefoon uitzetten? Volgens mij ja, waarschijnlijk. Zit niet te zeuren, hij doet 1 keer piepen. Zal ik een radiocheck wil doen. En ik kan hem niet uitzetten, want ik heb altijd mijn werk. Ja, hij meldt zich ook vanzelf wel op comms. Is te hopen. Uh-oh. Girlfriend list. Anderhalve klik. Anderhalve klik. Oké. Zet erin, pak een stukje van de helikopter af, jongens. Hou je sector in de gaten, jongens. Eén paaslijn lopen. Nee, guys. Ga je in bukt, even omhoog met je rug. Man. Iedereen was aangesloten. Nou, ja, we moeten even tempo maken om praten voordat we trekken. Gabriel. Ik mis mijn buddy. Waar is je buddy? Ik krijg een bloemkool, jongens. Oh. What the fuck? Ja, je ziet me niet, hè, met die camera. Nee.
Ik heb bij de wit aan hebben hier dan. Dat hebben al de Taliban. Probeer een beetje de hoogte aan te houden hier. Aan de rechterkant van de berg kan je blijven, een goede zaak. Nou Hendrik, we komen zo op een OV-punt. Niet de blauwe, maar de paarse. Nou, dat is om nog even door. Oh, ja, nee, ja, inteken. Links naar rechts, 1, 2, 3. Hoppa! Dingen staan er al. Ja, ik denk ik hou het voor deze keer er even voor. Ja joh, gast, het is voor mij 3 jaar terug. Ik ben hier niet verkocht al punt geworden. Ja, ik weet niet wat er aan de hand is, maar achterin moet daar continu gaan lopen, omdat niet gesprint wordt ofzo. We hebben net een bergje omhoog gegaan, dus... ja, maar iedereen ging lopen, ik kon iedereen zat inhalen. Ik loop nog. Ja. Wacht maar even met de berg overgaan totdat Bravo het teken geeft dat de andere kant van de kamp veilig is. We gaan hier op de OV zetten, hè? Nou jongens, hier heb je de sector pakken, op de pelletjes gaan zitten of whatever. Kijk even naar het dorpje, ons target dorpje en de dorpjes eromheen. Ben je parijs zit op 3 marker. Contact onze rug? Nee, bij Bravo. Check. Laps with the skyline in die cirkels. Ben je paar 3 even de 6 houden? Ben je paar 1, 2 wel naar voren kijken? Gerben, ik wil graag een rekje op half hun 01. Nou ja, ze zijn nog steeds bezig met familiereizen met de controls, dus duurt nog even. Check. Bravo hier, half over. Bravo hier, half zit erop over. Half begrepen, uit. Graaf heeft er eens een sniper uitgeschakeld in de bosjes die daar lag. Dus kijk goed om u heen. Is iemand heat bij zich om even die heuvels te checken? Nee, ik zie daar een op noord, maar het is voor Bravo, al liggen 2 snipers op de berg. Markeren. Ja, ik heb het op mijn javelin zitten. Ja, gebruik dat maar niet. Ik heb hem al voor je rug aan. Ja, dat is voor ons. Iedereen even vuurverleg richting de front. Dus weer even met z'n allen naar de sector kijken en ook de straat. We gaan over circa 30 seconden weer verder bewegen. Je ziet hier 3 keer niks.
Nee, er is ook nul wind, joh. Spooky begint zijn rekkie. Jack. Jack, jongens, enkele klonen naar de volgende V. Birbeen mag vertrekken. Wat deed die slapminuutje ook alweer? Sorry? Niks. Niks? Nee. Tussenuit? Moet je er tussenuit? Ja, die doet hetzelfde als, hoe heet het, de AP. Ah, ik had er een paar meegenomen, even gekeken. Ja, ik kan het proberen, alleen dat waakte helemaal af als een malle. Oké. Die moet je echt... Een voertuigje of zo, misschien even kijken of dat... Ja, die moet je heel rustig schieten, die. Heel rustig achter elkaar. Ah, schoten, die snipers. Ja, ik denk dat het de andere groep is. Jullie mogen er zo even naartoe kijken bij de batterie. Als we op tv zijn aangekomen. Joepje loopt gebukt. Zou ik niet te vaak doen bij Gerard in de buurt. Ik leg hier een boomslang in je nek. Iedereen even overeind helpen, jongens. Wat? Waarom loopt iedereen achter de tweede man aan? Jongens, 1, 3, die gasten volgen. De tweede man hebt altijd uit de kolonne, hè, jongens? Sorry, wie is dat? Dat is niet voor jou, Henry, dat is voor iedereen achter mij. Ik kom maar aan, ik scan die berg aan de overkant even. Check. Nou, Henry, deel zin. Uitlijnen liggen rechts van mij. Pak een potje, het wordt niet gepakt door je snipers of wat dan ook. Niet skylinen. Hier kent de drill. Het dorpje rechts was leeg, maar ik zal zo nog checken. Check. Dorpje links, eenmaal gewapende paks op de main road. Markeerde. Op oost een tentje met drie gewapende paks erachter. Markeerde. Zend. Ik ga van het graaf hier. Zie je aan de andere kant van de vallei, artilleriestuk en drie keer KKW. Doe je oostzijde? Ja, oostzijde inderdaad. Nee, gat. Ziekaart. Is dat niet die tent? Ja, dat is die tent. Ja, zeg. Ja, denk ook. User left your channel. Er zit ook een static douchecar, is dat ding? Ja, correct. Oh, ja, en een fuck, hoe heet zo'n M112? M113, mijn fout. Wat, ben er weg? Die zou ik hier vandaan kunnen uitschakelen, dat ding. Hey, ja, zie je erop?
Track is complete. Dank je. Joep, je bent nu met Ryan bij de pijn. Copy. Check. Juriaan? Ja? Ik wil dat je zicht krijgt op de... Het zijn niet Hoomvries, maar die IPR's. De ML13's met de .50's erop. Mikey heeft de .50, hè? Ik niet. Oh, excuus. Mikey, kun je dat dan doen? Op de 113? Ja. Merci. In de Hoomvries zit volgens mij niemand. Oké, okay, BDP 1, ik wil dat jullie dan focussen op de patrouille. Juria, jij moet je even gaan focussen op pakse individuen die door de, die op gebouwtjes gaan staan. Of staan. Ja, zeg. Jongens, schrijf je nu even in. Zodra de airstrike dan, dan is het vuren vrij, maar dat is over een moment. Dus... Eén buddy dekt, de andere buddy graaft in. Zoek je buddy dus op. Luc, waar ben je? En zorg ervoor dat je niet naast elkaar of naast een ander buddy ligt. Ryan, waar zit je? Ik zit achter je, denk ik. Achter de linie. Dames en heren, zodra de aanval... Waar lig je? Zodra wij vanuit deze OV hebben geschoten en alles hebben uitgeschakeld wat we kunnen zien, gaan we over de Pazenlijn terug naar beneden, dat dorp in wat, waar niemand staat. Dan vormen we een fucking linie hier op de weg. En dan gaan wij vanuit daar het dorp in. Rijdt een jeep door het dorp heen? Ja, zicht. Dames en heren, ik heb een rood gebied gemarkeerd. Kom, half over. Short. De UNV heeft net iemand afgezet bij de faan. Dus jongens, de douchekani installatie aan de andere kant wordt uitgeschakeld. Door
de Spooky, op dat moment gaan wij de Paxen aangrijpen. BP1 zal zich focussen op de patrouille die loopt. BP2 die schiet op alle ogenblikstoelen in het dorp, net zoals Juriaan. Mikey die schakelt alle voertuigen uit. Als dat gedaan is, dan blijft BP3 op de OV liggen. BP1 of 2 gaan over de Paaslijn. Die gaan dan een linie opstellen op de weg. Ik kom technisch al aan op de weg. Ja, perfect. Dat was al gemarkeerd. Hey, en dan, ik kom net aanrijden. Met een witte vlag erop. Ja, maar die rijdt al wat langer rond hier. Zodra wij in het dorp zijn aangekomen, gaan wij het rode gebied hard kleren en de rest van het dorp soft kleren. Yes? Vragen? Opmerkingen? Het klinkt als een nee. Goeie zaak. Pak ze zijn alerted op iets? Ja, check. Dus zodra de instag van de spook komt, zijn je vuurvrij. Dat is dus niet deze, maar de volgende. Shit, man. Oh, een luchtdoel, hij pakt een luchtdoel. Wie? Een Pax, naast die Humvee. KVO, uitschakelen. Uitschakeld. Ja, iedereen is vurenvrij. Juriaan, ik wil dat je vuur verlegt op die douchekadaar. KVO. En 113 uitgeschakeld. Dank je. Humvee's, nee, Humvee's wil ik... Oh nee, die zit er Pax in. Misschien ook kapot. Dushka doet het niet meer. Dank je. Kogeltjes. Oh. Ja, er zitten paks op jullie te schieten, maar ik kan niet meer raak schieten, maar we kunnen ze te warm. Check. Waar zit die vent? Naast die M113 op de grond met mitrailleur. Oh. Hij is dood. Op het dak op dat hoekhuis achter hem als K. De aanval wordt trouwens zo uitgevoerd met Pudipa 1 en 2. BP1-2 Paaslijn Noordwest. 3 blijft liggen met Gerben.
Nieuw, waar mag ik aan koppelen? Wie ben jij? David V. Nieuw, Baksek. Koppel voorlopig maar even aan Gert. De gasten op het dak gaan zo meteen weg. Die mortieren die er zitten. Check. Koppel voorlopig maar even op Gerben. Bij Gerben word je later bij iemand anders gezet. Gerben ligt op OV Alpha 2. Check. David meegekregen? Ja. Check. Een ander bus. Check, dank je. Ja, ik ga er even naar H1 schieten hoor. Ik kan anders niet die gast uitschakelen. Ja, doe maar. Zijn dood. Was dat op jullie? Nou, ik kon er nog eentje afschieten voordat hij dood ging. Voor de rest komt er niks meer. Check. Ja, ik had al op mijn ammo stack geschoten die ernaast stond. Die begon te smoken. En toen heeft Zeus hem weggehaald. Check. Zo, bij de P1 links van de weg, bij de P2 rechts van de weg uitlijnen. Ja, dat tenminste een dikke boom kunnen worden. Ja. Dus daar moet wel. Op de Pazalijn is dus nog even een stukje in één kolonne lopen, jongens. Gebben, zodra de airstrike compleet is, bijtrekken. Contact, ja, dus, linie voor minuut. Uitzakt. Ik liet gewoon rechts daar. Ja, jullie hebben nu een UMV. Ja, UMV hebben we nu in onze klauwen. Niet meer opschieten, niet meer schieten. Linie opstellen. Achter de UMV komen ook een paar paks aan. Check. Eén links van de weg, twee rechts van de weg. Ik wacht even op David en dan trekken wij bij. Check. Oh, ik ben even onderweg. Dus even de Kloteberg. Helemaal de valleibreedte gebruiken, jongens. Dus echt dik uitspreiden. Nou, ik heb één pax die loopt aan onze kant van de heuvel, onderin. Zit er eentje bij die Mirette daar, hoor. Opstaan, jongens. Wapens hoog. Voorwaarts. Hier onderin, Julian. Zie je hem hier lopen? Kijk goed op C-tap waar je loopt. Hier onderin bij de weg, op 113. Komt het front? Ja. Prippen 1, spring naar het volgende gebouw. Waar dekken jullie? Overgenomen. Bij de P2 naar voren springen. What the fuck? Ik schiet die achterste wel daar. Kan nog een HE erin zitten. Moeten we gewoon naar voren of sprinten? Verder? Ja, nee, even uitschakelen, het is te druk. Nee, ik denk dat ze hier hulp nodig hebben. Slaas, jullie mogen naar eigen inzicht betere OV zoeken. We gaan jullie helpen. En er zat nog een pax achter jullie in dat stadje, of in dat stalen stukje dorp nu net weer in wagen lopen. Apart. Jongens, iedereen mag naar voren springen. Pudderpaar gewijs naar voren springen, kom op tempo. Gerben, kun je die punt 50 meenemen? Die Jammer. Ja, oh, ik ben hit. Check, pak dekking. Is er een overkant, Jurian? Nee, weet ik niet. Maar hier zit er ook volgens mij aan. David, als je zo bij bent, dan moet je bij Trudypaar 2 aansluiten. Dat is Sam, Gerard en David. Trudypaar 1 is Joep en Ryan. En dan is Trudypaar 3 vooralsnog Jurian en Mikey. Check. Check. Yes. Check. Overkant, waarom overkant? Nou, ik werd beschoten. Blijf springen, hè? Be aware, wij komen nu met de Humvee achter jullie aan.
Leonard status? Ik heb Leonard hier down. Ik krijg weer schoten op mij, ik ga sprinten naar boven. Ik heb ASAP en CLS hier achter nodig, bij de Humvee. Ga maar bij. Waar zit die gast? Joep, leef je nog? Waar zit hij dan? Ja. Geen idee. Of hij schiet van naar beneden ergens, maar waar dan? Ik kan niet laag kijken. Ja, ik leef nog. Ik ben nu een pak aan het verbinden. Oké, check. Leonard is neer trouwens. Yo. Maar in ieder geval blijven we hier nu even zitten en wachten tot Leonard weer op is. Daarna gaan we verder. Mike en Jur, gaat het bij jullie? Groen. Top. Shit, die gast. Ik denk dat hij ergens bij de moskee zat, want daar hebben we nu geen zicht op en ik krijg ook geen kogels meer. Ja. Er liep daar een paksin rond en ik kon ik niet raken. Kutheuvels. Leonard is terug. Complete buddyparen mogen de stad in trekken om te hackeren. Ik ga even kijken vanaf die plek daar. Hij moet er echt zitten. Of hij zit daar. Nou jongens, bidden wel gewijs voorwaarts en dan hard kleren van het rode gebied. Bij de Patrice trap. Groen. Perfect. Gewoon springen, jongens. Bidipa 1 zit nu links van de weg, toch? Ja. Bidipa 1 even links van de weg kleren. Bidipa 2 houdt rechts van de weg aan. Moet goed komen. Dat schot vandaan van jullie. Zuid. Zit mogelijk iemand in de toren? Ja, positieve snipers. Ik zie niks in de toren. Nee, ik zie dus wel. Ik hoor, ik hoor schoot uit Zuidoost komen. Ja, toren.
Die toren gaat niet gekleerd worden, dat is echt zo buggy als het maar kan. Er zit een paks aan het schieten ergens in het zuiden. Ja, want hij, er stond hier iemand om het hoekje, die had hij nooit kunnen zien als hij in die toren stond. Ik ben ook geraakt. Check, Slaat, kun je even uitzoeken waar hij zit? Ja, we zijn bezig. Pas op, ik steek weg, over. Ja, Joep is down, Joep is down. Check. Medic. Ja, trek hem even een huisje. Fuck is die gast? Vergeet niet goed om te markeren. Hij zit ergens een sniper. Ja, oh, ik ben aan het zoeken. Hij zit ergens op de heuvel in het zuiden. Je zit in een bosje geklitst. Zit je in een bosje geklitst? Ja, kan niet anders. Was, ja. Leonard, heb jij heat? Ik geloof dat nu alles hier neer is in Puripat. Zwarte cirkel 1 paks. Sla, zwarte cirkel. Daar waren wij ook achter, alleen hij is gewoon in de grond geklitst, denk ik. Ja, hij zit onder ons, wij kunnen hem niet zien. Hij zit onder ons. Juria, zit je nog steeds in de grond gebukt? Nou, wacht even. Hoe gaat het daarbij? Joep en zo? Ik ben erbij, ik verbind mezelf, kan ik door. Ja, check, fix jezelf inderdaad. Grab en zit rep. Ja, groen. Ah, ik heb hem. Perfect, dankjewel. Hij zat niet in een zwarte cirkel. Nee, hij is weg. Hij gaat nu weg. Ja, zicht. Oké, vergeef mij. Spooky is RTB trouwens. Check. Waar is dat? Is dat geluid? Gerard, die pak op voor jou gewond. Gerard, hou je zicht erop? Ik ben even aan het merken. Oh Gerard, sorry, Jurriaan. Ik word beschoten, ik ren terug. Jurriaan? Ja? Help. Ben, geraakt. Waar zit hij? Ergens daar beneden, bij die huisjes. Hij schiet door die muur heen, lijkt wel, joh. Daar, links van het huis, beneden. Vergeet geen puntje niet te plaatsen. Vaarlijk. Ik heb hem. Goeie zaak. Ja, ik ging even met haar eten, kerel. Wat een vaarlijk. Hoezo wordt er niet naar voren gepusht, Blinch? We zijn nu onderweg. Goeie zaak. Ik ga zo nokkie. Check, kun je hierheen komen? Eerst healen, maar ik ga zo nokkie mogelijk alsnog. Check. En weg. Nou, Mike is nokkie. Warren. Ik
Contact aan jullie kant, aan de zuidzijde van de weg. Ze pushen aan de zuidkant van die gebouwen op, dus let erop. Pushen aan de zuidkant van onze compounds. Leenoord status? Leuk, die paar zit daar zuid van de weg. Check even op Leonard. Gerard of David of Sam? Ja, geen bericht. We worden momenteel omsingeld met allemaal paksen. Ik ben bijna op. We moeten dringend hulp nodig. Ja, ik zie het. Ik heb hier wel een medic nodig bij Mikey. Ja, Kappi. Joep, kun jij daarheen gaan? Samen met je buddy? Ja, dan gaan we weg van Rijker mee. Ja, ze zijn onderweg, Gerard. Hij is dichtgeplakt, ik ben nu CPR aan het geven. Ik heb Leonard hier ook, Nokkie Gerard. Zou je daar zoeken mee helpen? Kom eraan. Oh jee. En contact weer in dorp Oost. Hey Joep, waar ben je? Op de berg, ben nooit van jou. Wat van mij? Ja. What the fuck was dat dan? Mike is weer op. Joep, dan hoef je daar niet heen te gaan, kom dan terug naar ons. Ja, helemaal goed. Ja. Joep is down. Ik ben de beste sailor. Is Joep down? We gaan zo even kijken. Buddy van Joep, is Joep down? Ik denk dat hij moet hier op zijn karnes heeft gekregen. Ja, ik heb Joep hier down inderdaad, ik trek hem mee. Kijk of vanaf daar meer kan zien. We worden nog steeds onder vuur genomen uit die stad ergens. Kun je daar zicht op krijgen? Ja, ik ga een beetje herpositioneren, kijken of ik beter zicht kan krijgen. Café. We zitten in Oost-Noordoost, heb je een motierput zitten. Ik kan hem niet markeren, want ik weet niet waar hij zit, maar ik hoor hem. Café. Ik ben weg hier. Raket afgaan, mortieren, nee raket. Ja, mortieren. Nee, dat zijn een mortierput, ik hoorde hem. Ik heb die sniper op die een kleine gevonden. Wij kunnen eventueel oversteken, dan moeten we even hier de weg over, dan gaan we door naar het oosten en dan zitten we op die andere berg. Ja, perfect. Die mortierpunt was noordoost, toch? Ja,
Positief. Gooi de rekje op. Dames en heren, als je buddy bezig is met medico of nog een keer, zoek even een andere buddy op en ga even fucking kleren, want het tankpas zit hier niet in. Hoorde ik dat? Mortiers? Ja. Op jullie of? Is het op jullie? Ja, positief, we gaan niet weg. Dan moet er ook ergens een spotter zijn. Zuidwest, zuidwest wegtrekken jongens, iedereen zuidwest wegtrekken. Ik markeer een rendezvous en dan gaan we daar wachten. Gaan we teruglopen? We gaan zuidwest wegtrekken. Neem jouw voertuigje ineens mee voor de gewonden in te laden misschien? Ja, dat is ook het plan, maar dan moeten we eerst even richting het voertuig gaan. Sas, waar zitten jullie? We zitten jullie rechts van Humvee 1820. Check. Ik hoor ze weer schieten. We gaan nu kijken. Komen dichterbij bij de mortieren. Beweeg richting punt RZ in het zuidwesten. User disconnected from your channel. Ik heb zicht op de mortierput. Check uitschakelen. Zit die Mike? Ja, ik gooi er kunnen markeren toevallig, die moet hier put. Geert, gooi die gas even hier in het huisje en dan fixen. Circles. Ik ga wel. Fuck. Daar. Mikey. Ja, er zaten een paar cirkels daar, dat gebied. Met rode cirkels. Dat ook. HE opgeschoten omdat ze buiten het zicht zaten. Ik kon alleen een helmpje zien. Dan heb ik nog een HE over. Blijf hier even zitten tot moet die put uitschakelen, dan gaan we weer terug. Oh ja, volgens mij is hij hem uitgeschakeld hoor. Ja, wacht even af tot die spooky eroverheen is. Ik zal wel worden geschoten. Contact Zuidwest. Positief in het dorp achterin daar. Brippe 1 houdt mooi oost in de gaten, Brippe 2 het zuidwesten. Ja. Nog een keer geraakt. Ja, ik heb hem. Zijn de paks uitgeschakeld bij jullie? Check. Bij ons. Ja, richting het dorp zaten ze. Rechts van de, bij ongeveer tussen jullie en die in het bord Charman. Zicht. Hey Charman! Hey Charman, Taliban. Hoe dan? Spooky gaat er nu overheen. Ik ga even... Ik heb Sam hier, Nokkie. Check. Is het met die thuis? Oh, zie je nog paksen? Ze gaan er nu overheen. Hé, hey, zie je paksen? Nee.
Wij worden beschoten. Ja, dat merk ik. Ik heb wel CLS op nodig. Graaf, okay. Wie heeft de CLS nodig? Ja, op mijn positie. Ik heb Sam, Yunoki en volgens mij nog iemand. Hij probeert te spotten. Zeker, ik kom zo richting met twee CLS richting jou. Nee, gaat één, alleen Sam nog niet. Wat waar dan? Ja, geen idee. Ik Ik hoor helemaal niks, joh. Ja, ik hoor hem wel, maar ik zie hem niet. Ja, ik zie hem. Bovenste verdieping, tegenover de moskee, andere kant van de weg, links zeg maar. Bovenste verdieping van het balkonnetje. Zie je dat balkonnetje daar? Als je vanaf jullie kant naar de moskee toe kijkt, zie je daar een balkonnetje erachter. Zo'n gebouw met drie balkonnetjes. Ja. Dat is de Pax in. Schiet maar hij op, hoor. Ik heb hem. Motherfucker. Zat in die bovenste verdieping daar. Dus iedereen die nu overgebleven is en is het gaat leren. Waar, het oude gebouw of okay. In het zuidwesten? Gewoon de stad weer kleren. Holy fuck. De stad zuidwest bedoel je? Ja, nee, noordoost. Oh, je wil weer terugtrekken, oké. Okay. Ja, dat ding is toch kapot nu, die moet die put. Dat hoop ik wel. Ja, ze hebben geschoten, wel mis. Hoe is hij raak? Wat een kracht, hè, dat ding. Mhm. Ik hoop dat ze ons niet raken hier. Ja, hou het zo, man. Oh. Wat een gekke huis, dat ding. Net zat ik heel lekker goed en mooi op die heuvel. Zo, heb jij die plek nu? Ik had mijn wapen daar niet. Ja, nee, man. Oh, kun je vinden die plek? Wapen, nou, een mooie Laro staan naar een overkant. Even kijken. Verriepekken. Ja, ik zat te denken, we kunnen richting die Laro proberen. Oh, ik zie een Pax aan de overkant, sniper. Of een Pax gewoon. Aan de overkant op 170, op top van de heuvel. Zie je dat? Tegenover ons, top van de heuvel. Wacht hij daar, hij kijkt de andere kant op. Bij het erbij. Café, zie je? Met het voertuig. Top van de heuvel. Ja, als je dat heuveltje hebt, die kleinste top, hè? Dus niet de hoge top, maar de punt eronder. Als wij een OV zouden houden, ja. Zouden we daar zitten. Ja. Ik zie loopt iemand bij de moskee nu, hè? Ja, oké, twee man. Ja. Iedereen uitstijgen, trek bij je eigen pripaan gekleren, jongens. Goede punt zetten. We hebben hier een voertuig dat op ons voorbij niet meer eenmaal neer. Ja, AT. Waar zit dat voertuig? Ja, om de hoek van de moskee. Markeer locatie dan. Of zeg. Op onze positie, letterlijk rechts om de hoek. Oh, krijg je een Pax. Oh, ja. We zien hem, die Pax. Geef het ook groene puntjes, hè, jongens. Waar die Pax vandaan kwam, daar staat een voertuig. Dat ding wat op zijn kop ligt. Nee, daarnaast. Nee. Ah, daar staat er een Humvee achter die... die schiet op ons. Pax over de main road, mogelijk suicide bomber. Check vuurvrij. Main road, T-splitsing momenteel. In die Humvee zit nog een Pax. Pas op, geen raak bij jou. Ik heb hem, hij is dood. Kijk uit voor die blast. Hij gaat zo ontploffen nog. Bij die T-splitsing. De Humvee trekt weg naar het noorden. Wat is die helikopter met een hangende Pax eronder?
Oh mijn god. Niet van ons. Nee, dat is wel friendly. Toch? Dat is niet friendly. Nee, Hans. Schiet hem niet eruit, we zitten eronder namelijk. We zitten eronder. Ja, hij vliegt weg, nu. Oh, dat was ik! Netjes. Het was trouwens een scène uit een filmpje dat geüpload was op Twitter. Wat niet waar bleek te zijn. Die gast die hing er niet onderaan zijn nek, maar die was moest een vlag aan een vlaggenmast bevestigen. Check. Buddy paagwijs weer verder met kleren. Vergeet de groene puntjes niet te zetten, want dan moeten we twee keer kleren. En ze hebben nog een Ryan down hier. Ja, dan kunnen ze Buddy toch fixen. Ook Buddy paagwijs heeft cellens. Die pakt zijn overkant dat je dood, oké. Okay. Dan ook even die andere heuveltjes even checken zelf. En niet nog ergens een pak hebben liggen. Ja. Kijken voor die weg. Gerard is down. Check. Ik kom er zo aan, maar Kees daar van zijn vooruit. Was dat een booby trap? Waaraan is Gerard down gegaan? Hij is weer bij. Geen idee. Explosie. Tripwire? Niet gezien. Maar het is vaak gevallen. Ja. Wat een kutdorp dit, zeg. Ja. En het enige wat ik bedenk is, we kunnen naar de overkant daar waar dat voertuig staat. En dan hebben we wel een mooie trench en alles. Maar dan moeten we er weg over langs het dorp. En een dus jongens, doortrekje met kleren, groene putje zetten, groene putje zetten. Wat is daar nou allemaal in? Slaat, zien jullie buiten het rode gebied nog vaanden? Nee. Nee, die hebben we uitgeschakeld. Check. Steekt net iemand een rode gebied richting de moskee? Nee, suicide bomber. Bij de moskee jongens, check even op die buddy daar. Ja, ik kijk daar. Ik heb niet gezien waar die vandaan kwam. Ik zag opeens iemand lopen, maar ik was nog niet ingezoomd. Oh, ik heb iets zwaar gewond. Ja, die is al ontploft, die ander. Oh. Die, toen die hele jongen was neergestort, ontplofte die vlak daarna. pof. Dat is een klein pofje. Dat is een grotere pof. Ja, de meesten die gaan bij de suicide, bij de praktijklessen, gaan ze al dood. Ja. Suicide. Dat is mooi. Zij die instructeur zei van ik ga het één keer voordoen. Gerben, zit er daar? Prima, we zijn lekker aan het kleren. Goeie zak, zit aan een keertje tempo in, dankjewel. Ik kan me niet voorstellen dat er niet nog voertuig zo komt. Ik zit echt. Ik herhaal, jullie zijn vuur vrij op iedereen die rent. Oké. Okay. Oh, Pax bij de moskee, onder de toren. Vijandelijke Pax. Ik kijk. Ik zit nu in het kleine koepelhutje rechts. Ja, oh ja, wij en nu. Voor jou moet hij lopen. Oortjes. Sit down. Negatief. Oh. Fucking hell.
Oké, assisteer daar. Als je hier alleen loopt, ga even met andere buddybak leren. Ga je geen lekkere plek vinden hier? Ik kan alleen die onderste huisjes niet pakken, maar voor de rest wel. Nou, loopt hij daar net en dan kun je er net niet bij, weet je. Nou, we kunnen ze ook helpen met overgeven, man. Juriaan, Rob, Juriaan, Mikey, hoe gaat het bij jullie? Ja, goed. We kunnen eventueel bijtrekken dat we daar op het dak gaan zitten. Nee, ik vind dat inter wat jullie het geven van daar loopt iemand wel echt fijn, zeg maar. Oké. Ik hou je liever nu in de overwatch-positie. Nou, wat wakker die Leonard. Dat is een goeie. Nou ja, dat had hij eerst niet, hoor. Ik snap niet hoe die slaas moest gebruiken. Maar nu wel. Even kijken. Ja, ik verwacht zo meteen het volgende van de. Van de Zeus. Dat hij weer die weg legt op de heuvel of zo. Of er een voertuig aan kan draaien. Ja. Er gaat iets gebeuren in ieder geval. Een BTR of zo. Ja, misschien wel. Gerben? Ja, twee Laro's, hoge snelheid vanuit Zuidwest. Punt 50 erop, jongens. Gerben, voor jou zo, LC dicht bij de stad en op de ordnance marker een ring 1. Eentje is doorgereden, T-splitsing. Kut. Pak ze aan de andere kant van de weg, zit rap. Ja, nog goed hier. Ik wou net zeggen, hoe kan hij nog leven met een fucking pit 50 of zo? Gerben, waar ben jij? Ja, mogelijk de route waar jullie vandaan kwamen, dat er nog wat loopt. Bij nog pak ze aan onze kant. Geen zicht. Hartstikke. Groot gemarkeerd gebied, één man paks. Heli. Klinkt als iets zwaars, nee, er komt iets zwaars te zijn. Ik hoor wel een heli aankomen. Ik ook. Oh ja, een Chinook vliegtuig, laat maar. Sam is out of business. Kia? Inderdaad. Check. Er leg hier ook nog een Javelin. Kan je pakken? Leonard, wij willen hier een rekje op hebben. Ik heb al een panzerwagen. Ordensmaker. Een motor, komt een motor aangereden, zelfde locatie. Aangrijpen. Oh, je had hem! Holy fuck! Huh? Je schoot hem weg. Ja, die ziet niet meer heel uit. Ja. Hebben we zo'n LC hier hebben? Lucky shot. Slaat trek bij. Koffie hoor. Is de stad clear? Dan vraag ik naar hem direct een pick-up aan. Ja, maar we hebben nog wel contact. Blippa 1 pakt oosten, Blippa 2 pakt westen, Blippa 3 kijkt hier richting het noorden. Nu even pick-up. We gaan zo de aanval uit op mijn we gaan een aanval uitvoeren op de mijn. Dat leg ik later weer uit. Jij schoot de gast eruit, toch? Ja. What the fuck, man? Herhaal? Nou, wat een lucky shot, man. Blippa 1, west. Blippa 2, oost. Blippa 3, noord. Hier kijken, jongens. Gerben pakt nu een pick-up. Vraagt nu een pick-up aan. We gaan maar zo richting LC Alpha 3.
zeker geen HB voor krijgen. Ik betwijfel, dat hebben we ook nog maar een kwartier. Ik weet niet hoeveel kooks je nog hebt. Ah, hij komt goed dan. Gerard de Vioep, waar ben je? Ik moet gaan trouwens. Ja, oké, dag. Even een kogel schieten. David sluit aan met Berpijn. Dus David, Joep, Berpijn. Hadden we één pak skia nou? Of, Ja, ja Sam. Die doet mij denk ik. Ah, ja. What the fuck hoor ik hier? David Ryan inderdaad, Berpijn. Hey, ik ben David en David een pak aan het geven. Bijna 100%. Ja, check. Goed opletten op die. Het gaat erom dat ik wat medical supplies. Hier dacht hij ergens. Ik denk niet dat zijn lichaam er nog is. Ryan, waar ben jij? Bij de garages. Waar zijn garages? Oh hier. Jongens, pak je sector 1 west, 2 oost, 3 noord. 1 is Ryan en David, 2 is Sam Gerard, 3 is Juriaan Mike. Jongens, kom op. Nou, naar de LC, Chris die komt eraan. 20 seconden. Waar staat hij? Check hier naar het westen bewegen. Pak kompassen bij het westen nu. Niet over het open veld heen lopen, daar blijft daar tegen een muur aan zitten of tegen iets hards. Mensen in de stad doorlopen hier. De gasten die nog op het oosten zitten, dat is Bilipa 2, even richting het westen trekken. Gerard? Nummer 3 op de seat hebben we overhoop op. Direct zo in de stad, jongens, kom op tempo. In de stad, 20 seconden lukt weg hier. Slaas in. Ja. Ja, alleen al in. Ja, Ryan aanwezig. Je hebt meegekregen waarheen, Gerben? Ja, LZ, Alpha 3 toch? Ja. Best die voor jou, LZ, Alpha 3. Zou ik een pak mogen van een CLS? Komt eraan. Dank u. Ik zie dat Gerben er niet is. Jawel, ik zit hier. Sam. Ja, die was Kia. Dat was Kia. Gerben, maar dat komt er nu. Hey, Gerard. Ja. Er zitten twee medikits in die helikopter. Ik weet niet of je daar wat aan hebt. Nee, ik kan er wel eens gebruiken. Ja, lot of blood. Even kort briefing jongens. Op LZ 1 Zuid, 2 Noordoost, 3 Noordwest. Dan gaan we richting OV Alpha 3 bewegen op mijn commando en dan vertel ik verder daar wat we gaan doen. Oké. Oké, je bent wel goed Gerben. Dank u. Wekelijk. Hoe zat het met die rekking? Nog niet uitgevoerd, komt er zo aan. Check, dank je. Wil je dat sla misschien een sla of vee trekt? Moet je even bekijken zo. Ik weet een beetje hoe dit in elkaar zit hier. Doe maar dan. Eigen inzicht jullie. Maar eerst even 63. Spooky, Fox had one over. Spooky, dus Fox had one, are you available for air testing? Question mark over. Spooky to one, this is Fox had one, request Rekki Alpha 04 over. Eén zuid, twee noordoost, drie noordwest. Out.
hebben één Pax achterin Nokkie, maar je bent voor de rest all out. Nokkie? Ja, blijkbaar. Maar laat me zitten. Ik heb niet gezien. Zit er Nokkie? Wie is het? Wie met zijn buddy, jongens? Ryan. Ja, Ryan is gezien. Ja, die is naar Nokkie gegaan. Ik heb hem overnieuw laten landen, dan trek ik hem eruit. Ja, hij gaat nu RTB. Kunnen we hem ook gewoon daar laten respawnen, dat is sneller. Ja, doe maar. 1, 2, 3, even over de paaslijn richting OV Alpha 3. Dan gaan we vanuit daar kijken wat ze glas gaan doen. Fucking hell. Of hebben wij nog wel een buddy pijn? Ja, een halve. David is hier toch? Positief. Yes. David, je loopt even eerst man over de paaslijn, kom op. Ik loop achteraan, ik loop tweede man. Wie loopt er voor daar? Ja, ik ben vast gaan lopen, dat de rest shockend dat ze hem in kunnen halen. Check. Ze rollen later. Wat is dat blauwe gebeuren? Dat is voor de slag, man. Oh, check. David, kun je rennen of nog niet? Ja, nee, ik heb de berg. Hou maar iets in, Gert. Dat rennen wordt hem niet heel erg. Dan we gewoon weer aan zo. Iets met deze ruimte, jongens. Ah, nee! Slaasje, mogen nu wel los hoor. Sorry, een beetje late reactie. Is dit een losloopgebied? Ja, heb jij een zakje bij, want ik moet heel nodig. Eens even kijken of die op die punt daar kunnen zitten. Dames en heren, hier zit eenmaal 8 met, dit is de vijandelijke commandant of zo. En wat speciale eenheden van de Taliban. Die moeten wij hier oppakken dan wel doodmaken, geliefd. Liever oppakken. En dat moeten wij in circa 7 minuten doen, dus hoog tempo. Die op even op OV zitten. Kijk even welke sector je pakt. Hey, wij pakken anders even die hoogste heuvel daar. Gaan we eerst daar kijken. Ja, is goed. Misschien dat we daar al genoeg zicht hebben. Het wordt donker. Ja. Snel ook. Het wordt behoorlijk snel donker. Daar zit iemand Blackhawk zit erin. Sorry, wat zei je, Julia? Sorry, Mikey. Het wordt behoorlijk snel donker. Check, plaats je dampers, zet je nachtvisie alvast aan en neer lasers. Er zit iemand Blackhawk midden van het pand, of midden van het terrein. Ja, markeer. En iemand BTR. Staat al gemarkeerd. Mikey, je kan die BTR eruit schakelen? Ja. Het is een BMP volgens mij. Positief, BMP. Oh god. Excuses. Wij hebben hier een AT. Ja. Is onze AT nog bij of niet? Ik denk dat die Kia is. Maar ook Javelin is bij ons toch? Ja, maar we hebben geen AT. Een stukje afsnijden hier, maar even kijken of we niet kunnen skylinen. Een beetje aan de onderkant van de heuvel blijven en dan daar... Ja. Dan hebben we iets meer rechterzicht, zeg maar, erop. Ja. Een stukje aan het afsnijden, maar in het donker zien ze ons toch niet. Check.
Waar blijven jullie liggen? Contact front jongens. Met demper uitschakelen. Niet schieten. Zich op een static anti-air. Top van de heuvel. Zit ook een... Waar? Dit. Jullie schakelen uit. Vlaas schakelen uit. Straks raken ook die andere zetters u uit. Ik heb hem. Leef je nog, Slaas? Zwaar geraakt. Check. Gerard, kun je even richting hem bewegen, over de blauwe lijn volgen? Rio, kom er dan. Alles is bij mij kapot, Jurriaan die zie ik zo even, die moet hier liggen denk ik, maar ik geef ze mezelf even. Ik leef. Alles in mijn lichaam is kapot. Als je hem mogen op alles schieten, joh. Ja, we gaan het healen. Geert komt nu richting jullie als het goed is. Ryan en Sam zijn weer terug. Zek, paaslijn volg richting ons. Ik ben weer aan deze. Gerard, blauwe lijn richting het westen. Kijk, je ziet het op kaart. Daar zit het Slaas, die zijn zwaar gewond en net door een ZSU beschoten. Kun je eens even helpen? Ik ben onderweg. Goeie zaak. Hebben wij nou een AT hier? BMT gaat on the move. Ja, van ons. Voor die BMP's. Positief, denk ik. Slaas vanuit Zuid komt er over de weg. Eenmaal hun vier. Kun je die uitschakelen? Zodra die in ons zichtveld komt. Check. Ja, die BMP is nu kapot, of niet? Ah, weet niet zeker. Hij heeft toch net een javelin gegeten van top-down? Ja, die hun vier gasten uitgestegen.
Zetters, u doet het ineens weer. Zeg even dat er geen helikopter dit moet wezen. Iedereen, even op die Zetters u jassen. Hij is down. Positief is dan. Ja, hij is kapot. Gemma is kapot, disregard. Ja, ik laat kapot, hem helemaal, ik laat hem even helemaal de tering inschieten, die Zetters u. Dat er niemand ja, op kan. Ja, maar de helikopter gaat er vast. Staat trouwens in dat kapotte gebouw, staat er op de bovenste verdieping, staat er nog een Pax. Mogelijk is dat die gast die jullie moesten hebben. Positief. Hij leeft nog. Gerben, kun je nu de fire mission afkallen? Jo. Geen fire missions meer. Eerste race. Waar staat die? Doen we er niet naartoe? Juriaan, hier onder ons die Humvee, daar liep een Pax uit. Die kan nog op ons afkomen. Ik versta je niet, Mike. Ja, hier onder ons zat een gast met een Humvee. Die kan op ons afkomen zometeen. Dit is Geert, die gast niet met die airstrike? Wat, ja, ik ben bezig. Kalm. Kalm. Ik word opgeroepen door drie anderen. Slaas, is Geert, hebben jullie? Ja. 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 Perfect. Oké, okay, Mike, als jij gewoon blijft leggen, dan kun je gewoon schieten en alles doen. Is. Mike, die gast in die Humvee, die kunnen die leeft nog. Mij niet hoor. Ja, maar helemaal goed, Mike. Ga ik even kijken of ik je ergens misschien nog een beetje kan helpen. Weet of hij dat leeft. Nee. Kirsten, die gaat hem nu dan neerzetten. Oké, okay, ik zal even kijken of je nog wat... met een komen nu... Nou, toch bezig ben. Nou, ja, je bent helemaal goed. Some blood, pak. Slaas, zoek even die gast uit die op de raad lopen. Ja, dan ben je vuurvrij wat. Ik bedoel je, waar, op wie lopen ze te ratelen? Op de helikopter, iemand met de KKB. Top, met de van de, top van die heuvel die erachter ligt. Ja. Oh, ik zie hem. Je bent vrij, schiet je erop met geen haai. Geen haai. Alles wat je hebt, maar geen haai. Ja, ik kan niet zo veel. Hoe heet het? Mijn wapen is warm. Door die Humvee en alles. Check. Staan jullie al in het compound? Nee, dat is een vijand. Die treedt nu in de, dat is de brave groep. Die treedt nu naar binnen. Er zijn vijandelijke Pax binnen ook. Achter het guard tower. Zicht op Bravo groep. Pak ze op de berg eens neer. Juriaan, achter dat guard towertje waar je binnenkomt, daar links achter liep er eentje en nu loopt hij als het goed is achter het grote gebouw. Ja, niet meer schieten op het compound. Niet meer schieten op het compound. Wij zijn nu alleen maar om de omgeving in de gaten te houden. Je bent ook niet meer vurenvrij. Alles wat je ziet, even vragen of je erop mag schieten. En één Pax heeft zijn laser aan, die kan wel uit ook. Ja, van ons kan inderdaad de laser uit, dat is niet heel handig voor die andere groep. Twee gasten in het hoge gebouw. Markeer maar gewoon. Oké,
ik was aan het bewegen. Ik heb helemaal een lamp. Oh man. Hey, gast dood? Kom ik weer naar OV A3? Nee, blijf maar maar zitten. Blijf helemaal lekker zitten, joh. KVO. Dat wij alvast een beetje richting compound bewegen? Nee, ik denk dat de twee LZ's gaan doen. Eentje in het compound en dat ze dan naar ons komen oppikken. Dan kunnen wij zeg maar nog de LZ taggen terwijl ze in het compound zitten. Gremlin heeft al een LZ gemarkeerd, vind ik helemaal preppy. LZ Alpha 6. Ja, dat is echt een pokend weer voor ons, hè? Dan doen we een derde LZ bij jullie. Ja, dat is prima. Gebben, kan dat? Ja hoor. Perfect. Taxi Service Wesley & Co. Al die gasten die gaan rappen, wat zijn ze aan het doen, man? Heel tactisch. Die gast zit ook heel tactisch vast aan de zijkant van het gebouw. Communiceer wel even met Bravo, dan dat zij als eerste opgehaald worden. Ja, perfect. Zet daar nog eentje steeds met zijn laser aan. Is dat van ons? Nee, niet meer. Ik vind het wel lekker met die heat vision. Wat heb jij? Die Nightstalker. Ja, goed is die, hè? Dit is ook wel een lekkere scope, gewoon een normale stand. Ja, nou, ze hebben die gast gevonden. Ja. Hij heeft het dorp plat gebombardeerd. Ja. Nee, er wordt licht. Yay. Oh, nee. Nitrogen kan uit. Boei. Wat gaat de volgorde worden voor de LC's bij ons? Eerst Alpha 06 voor ons en dan gewoon de slaap ophalen. Check, kijk maar richting Alpha 0. Nee, we blijven even zitten tot weg zijn. Kijk die of hij hier een beetje goed is.
trench even weg, want LC. Ja, check. Laten we alvast naar 06 trekken dan. Nee, wacht eerst even tot de helikopter daar weg is. We trekken hem dadelijk. Check. First lopen. 250. Jij mag al wegtrekken, dan kan je alvast een kleur smoke gooien. Yo. De rest even blijven zitten. Waar is mijn knopje om te halen? Slaas, hebben jullie toevallig ook een groene smoke? Oh, hi, ja. Oké, okay, dus nu kunnen jullie poppen op mijn teken. Koffie, joh. Jij gooit hem, hè? Ja, rest richting LC06. Die is het. Tempo, jongens. Kunnen we de helikopter uitrennen? Op groen smoke. Ja, gedaan. Bravo, graag gedaan. Ja. Al in. Hendrik, zie je nog steeds koken?